muzikale verwijzingen naar het nieuws van de afgelopen week. Welke link kun jij leggen tussen de fragmenten en de actualiteiten? Dit is de muzikale nieuwsquiz. Ja, ik denk ik doe hem even live. Ja, dat is leuk, leuk hoor. Dat is zeker leuk. Dat mag ook genoemd worden, dames en heren. Dit was gewoon live. Ja, dan hoor je wel het lachje tussendoor. Ja, zoals ik net al zei, deze week stond natuurlijk in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En ik heb nog even zitten kijken van, ja, kan ik dan wel een goede nieuwsquiz maken? Zijn er wel genoeg andere nieuwtjes? Natuurlijk zijn er andere nieuwtjes. Maar ja, zijn die dan duidelijk genoeg in het nieuws geweest dat jullie die ook kunnen raden? Ja. En mijn antwoord erop was nee. Oh. Ik vond dat niet nieuwsquizwaardig allemaal. Dus ik heb het even anders gedaan. Oh, sorry, jij mag nog een pen pakken. Heb jij een pen? Ik heb een pen. Oké, okay. Ja. Ik heb het even anders gedaan. Ik heb wel een nieuwsquiz. Maar ik heb 4 fragmentjes meegenomen. Die alle 4 iets te maken hebben met de verkiezingen. Oh jee. Oké. Okay. Ja. Met aan jullie de vraag, wat hoor je? Of wat dan ook. Oké. Okay. In ieder geval, je krijgt er een vraag bij, maar... Ja. Nou, zijn jullie klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, het is niet al te moeilijk op zich, maar we gaan eerst voor een fragmentje. En de vraag hierbij is dus, wat hoor je? Dat was niet Miguel aan het einde van zijn werkdag. Oh shit, nou dat lijkt er wel een beetje op. Kras. Maar goed, wat was het dan wel, was de vraag. Bij het volgende fragmentje is de vraag... Bij wie staat deze verslaggever voor de deur? En je ziet dat het licht brandt. De gordijnen zijn dicht. Ik weet niet het idee dat hier een feestje gaande is, want het is erg rustig. Maar we gaan wel even voor de zekerheid aanbellen. Misschien doet er nog iemand open. Ja... Wie zou er open doen volgens haar? Oké, ik heb iets ingevuld. Ja, het is allemaal niet heel moeilijk. Ik ook. Derde fragmentje gaan we eerst even naar luisteren. Dat is deze. Jazeker, het was enorm spannend. Ik ging naar bed met winst. Ik stond op met een totale desillusie. Maar kijk eens, we zijn er. Ja, de vraag is, wat was hier spannend en voor wie? Ik weet het niet. Het is wel een beetje stil eigenlijk. Heb jij iets opgeschreven? Oh. Het is spannend. Jij hebt je iets opgeschreven, Imke? Zeker. Knap. Ik niet. Nou, dan gaan we tot slot naar het laatste fragmentje. En dat fragmentje, daarbij is de vraag weer, wat hoor je hier? Ja, ik ben Alex, ik ben van de lokale PR-bureau hier in Nederland. Maar nu sturen ze een PR-bureau voor damage control. Ik wil eigenlijk een verantwoordelijke die even uitlegt hoe de problemen kunnen ontstaan. Oh. Ja, wat hoorde je hier? Nee, weet ik niet. Oké. Okay. Nee? Ik heb wel iets opgeschreven, ja. Ik weet niet of ik hiermee de winst ga behalen, maar ik heb iets opgeschreven. Nou, dan gaan we naar een speciale muzikale nieuwsquiz Tweede Kamer editie, de uitslag. Uitslagavond. Ja. Goed, het eerste fragmentje. Wat hebben jullie opgeschreven? De overwinning van Sigrid Kaag. En wat heb jij opgeschreven? Ja, die heb ik ook. Dat dansen op de tafel van Sigrid Kaag. Ja, is natuurlijk helemaal goed. Het gejuich toen de exit poll bekend werd. Toen D66 nog plus... 8 zetels had, geloof ik. Ja. Ja. Uiteindelijk bleek het maar plus 4 te zijn. Maar het is nog steeds een mooie winst. Precies. Absoluut, ja. Fragmentje 2. Bij wie staat deze verslaggever voor de deur? Wat heb jij, Imke? Bij Thierry Baudet. En wat heb jij? Ik heb bij Rob Jetten. Echt? Ja. Nee, dat heeft Imke goed dan. Oh, ja, nee, ik had er gewoon Rob Jetten. Ik wist het niet. Okay. Ze dachten zelfs dat er primitief iets aan de hand was. Want die deed maar gewoon niet open en die liet maar niks van zich horen. Oh, ja, dat inderdaad. Ja, omdat die, ja ik weet ja. Oh, ja. Baudet ja. was natuurlijk grote winnaar van 2 naar 8 zetels. Maar niemand wist waar die was die avond. Ja, ja dat klopt ja. Ja. De volgende dag kreeg hij in één keer een berichtje toch op Instagram van ik leef nog. Ja. Zoiets was het. Ja, niet dat het iets boeide, maar ja. Hij vond toch wel een beetje gek. Ja. Je zou te denken met zo'n aandacht zelfpersoon als je dan wint dat je even precies. de camera wil. Nee, maar... toch niet hè? Nee. Nee. Nummer 3. Wat was hier spannend en voor wie? Ik dacht Partij voor de Dieren. En dat zij het wel gewoon spannend was of ze de zetels bij zou krijgen. Ik heb helemaal niks, dus ik weet het echt niet. Jammer. Nee, je hoorde Sylvana Simons van Bijeen. Oh, was dat Sylvana Simons, ja? Ja, en zij kreeg in de eerste exit poll 1 zetel. Ja. En dan helemaal aan het einde van de avond bleek dat ze toch geen zetel had. Oh ja. Oh, totale desillusie. En de volgende ochtend toen ze wakker werd, bleek dat bij de uiteindelijke uitslag dat ze toch wel 1 zetel had. Oh ja. Dus zij gaat de kamer in. Ja. En tot slot het 4e fragmentje. Wat hoorde je hier? Ja, weet ik niet. Kon ik niet plaatsen. Nee? Ik had iets van boos. Ik hoorde Tim Hofman. Oh!
Ik denk, ik doe er even een grapje in. Ik stond niet voor de Tweede Kamer. Maar jij herkent het gewoon. Dat was inderdaad een momentje van de aflevering van Boos van deze week. Of vindt het? Ik denk, even kijken of ik ze van de wijs kan brengen. En ik dacht ook echt, hoe kan dat nou? Want ik heb het zo goed gevolgd. Ja, hoe kan ik nou dat ik het gewoon totaal niet herken? Ik hoorde gewoon iemand die boos was en de stem van Tim Hofman. Ik dacht, ja, dat kan toch niet anders dan boos zijn. Ja, weet je, bij de eerste drie stond jij voor. Maar dat jij de vierde hebt geraden, vind ik ook heel knap. Dus gelijkstand. Oké. Heel mooi. Kunnen we meeleven, hè? Precies. Nou, dat was het mooie voor deze week. Volgende week weer een normale nieuwsquiz. Nou. Okay. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Leuk. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, ja.